De vraag die ik heb is eigenlijk, ik ervaar wat strijdigheid in de ideeën van de drie inleiders. De eerste, Meijer, die zegt van nou, je kunt de koe wel meer melken. De tweede, je kunt bij bedrijven wel meer melken. En dan komt helaas de heer Veerman met de domper van koop geen kwotum. Hoe moet dat nou? Want die drie die dingen die vallen niet met elkaar te rijmen. Dat zou ik nou achteraan een tweede vraag willen stellen en die speciaal aan de heer Veerman. Is er niet een andere oplossing dan die quotering verruimen of verkleinen of afschaffen? Kunnen ze gewoon niet wat gaan spelen met de superheffing? Oké, okay, nou begin ik maar hier met de laatste vraag en dan langzaam warm gekopen kopen. Jan, je hebt het bedrijf en Robert, je hebt de koe. Nou, ja, je kunt natuurlijk ook de superheffing afschaffen. Dan, stelt de quotumregeling niks meer voor. Dat hoort bij elkaar. En als de superheffing wat verlaagt, dan verlaag je in feite de druk van het quoteringssysteem. Dus dat is twee kanten van dezelfde zaak. Kijk, waar ik voor waarschuw, is, ik zeg niet, je moet geen quotum kopen. Ik waarschuw tegen onderdachte dingen. Kijk, ik zou het mezelf kwalijk nemen, en u kunt het mij ook kwalijk nemen, dat wanneer ik naar beste weten meen dat deze melkprijzen van nu niet representatief zijn voor de komende periode, dat op basis daarvan mensen besluiten zouden nemen om quotum bij te kopen en met die gedachte van het blijft wel 40, 42, 43, 44 cent. Dat is niet zo. Het wordt wel beter dan we hebben voorzien toen wij bijvoorbeeld in 2004 die grote hervormingen doorvoerden, waar die 3,5 cent premie op gebaseerd is. Maar het wordt veel onvoorspelbaarder. En dus oppassen. Dat is de boodschap die ik hier geef. Maar u bent ondernemer, ik ook. Ik ben akkerbouwer en dat gaat nog veel beter. En daar kunt u zeker van zijn. De toekomst is echt, in wat dat betreft, van de plantaardige productie de eerste 5, 6 jaar. En daar hebben we ook recht op trouwens. Want wij hebben hele zwarte tijden gezien. En u bent altijd onder die geweldige dikke deken van die quotering blijven liggen. Dan mag ik zal daar voor een paar nieuwe vragen zorgen, Jan. Dan mag je straks na de vorige discussie aan die kant heel veel opmerkingen over maken. Maar ik dacht dat ik heb ik hierbij uw vraag niet naar genoegen, maar in ieder geval wel helder beantwoord. Ik hoor u eigenlijk zeggen van, als je koopt, gaan we ervan uit, want dan zei u ook in uw inleiding dat die melkprijs 10% hoger zal zijn dan dat die was en ga op basis daarvan zaken doen. Ja, 10 tot 15% als gemiddelde over de komende jaren denk ik dat een reëel uitgangspunt is. En als je dan de quotum aankoopt, geld meer kunt verdienen, doet hij een bedrijfseconomisch verstandige beslissing. Maar houd er rekening mee dat die afschrijvingstermijn echt in 2015 afloopt en effectief al eerder. Oké. Okay. Dus we mogen gelukkig een quotum kopen van de heer Veerman. Heerlijk. Jan, maar meer per bedrijf. Want er was exact je vraag, en ik zag de tegenstrijdigheid niet zo. Ik zag de tegenstrijdigheid. Vooral tussen wat Veerman zei en wat bij de andere inleiders opmerkte. Hoe kijken zij er tegenaan? Want de consequentie van meer melk per koe en je bedrijf vergroten, dat is toch dat je dat hen daarom doet natuurlijk. Anders is het een onzinnige zaak. Maar ik denk dat ze er dan uiteindelijk op dezelfde manier in zullen staan als de heer Veerman. Of als ik me daarin vergis, wil ik dat graag horen. Oké. Okay. Jan, zie jij. Ik zie het niet anders. In Nederland natuurlijk ook niet. Ik sluit even nog aan bij de vraag van Jan van de Akker, zo straks dan af. Je hebt nog even over nagedacht. Nee, beide met de vast bij elkaar. In Duitsland zou ik wel in investeren. En dat klinkt misschien raar. In Duitsland halen wij gewoon op het totaal vermogen, dus op vreemd vermogen. Van de bank, meegerekend ons eigen vermogen, halen we gewoon een rendement van 27-28%. Dus dan is het ook eerder interessant om, en kun je eerder ook nog iets maken. Daar praat je over een quotumprijs van 2 dubbeltjes per liter. Daar zit het verschil. Dus in Nederland zou ik zelf rustig aandoen, even pas op de plaats, wachten tot het quotum minder waard wordt. Daar kan in Duitsland zou ik doorstomen. Oké, okay. Ondernemen in de situatie waarin je ondernemer bent. Hey. Robert? Ja, ik zal niet in herhaling vallen, ik sluit me wel aan bij de mening om toch in dit tijdperk niet euforische beslissingen te nemen.
gaat goed. Laten we hopen dat het lang zal blijven, maar het zal, alle voorspellingen geven wel aan, het zal een stuk grilliger worden. Wat betreft het verhogen van de melkproductie, daar liggen ook mogelijkheden binnen het quotum om je bedrijf te optimaliseren. Dus het hoeft niet gepaard te gaan met uitbreiding van het quotum, maar ook binnen de bestaande situatie, binnen de huidige bedrijfsomstandigheden. Verhogen van de melkproductie betekent ook optimaliseren, maximaliseren van die winst. Dat was het eerste plaatje. Goed.